Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oom op een bakwit met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag is geen normale commentary, vandaag is mijn Q&A video en in deze video ga ik mijn vragen, ga ik vragen beantwoorden die jullie aan mij hadden gesteld. En voordat ik deze video begin wil ik even één dingetje kwijt. Sorry dat ik niet alle vragen heb kunnen beantwoorden, maar ik hoop dat jullie ook zelf kunnen bedenken dat als ik 100 vragen krijg, dat ik ze niet allemaal kan beantwoorden. Ik heb er nu een stuk of 10 uitgekozen, maar zelfs die zal ik niet allemaal kunnen beantwoorden. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje mee kunnen leven, respect voor hebben. Dus zonder verder treuzelen, laten we gelijk beginnen. Vraag 1. Hoeveel MOABs heb je al gehaald? Nou, het is een beetje vaag, want ik check het eigenlijk nooit. Maar ik gok zo, tenminste met de infected MOABs niet meegeteld, zo rond de 40. Volgende. Hoe oud ben je? Ik ben 15 jaar jong, dus ik heb nog een hoop commentatorjaren en ook gewoon een hoop levensjaren nog voor de boeg. Dus ja, volgende vraag. Ga je nog livestreamen? Ik ben het wel van plan, alleen de PC die ik nu heb is gewoon, ja, botweg gezegd, kak. Hij is echt niet normaal slecht. Renderen van deze commentary zal waarschijnlijk ook een uur duren, dus het is allemaal doorwerken. Maar ik ben van plan om een betere te kopen, dus ja, dan zal ik zeker ook gaan livestreamen. Volgende vraag. Welke headset kan je me aanraden voor onder de 100 euro? Nou, een beetje een lastige vraag voor mij, want ik heb al mijn 2 jaar niet meer in verdiept in headsets. En welke het beste zijn en welke het beste kwaliteit en zo. Ik heb me een paar maanden geleden, of ik bedoel een maand geleden, heb ik me er nog wel even in verdiept in, ja, in het algemeen van headsets. Want toen had ik een video op TGN Dutch geüpload daarover, maar niet echt over prijzen in het algemeen. Maar ja, de headset die ik nu heb is de Turtle Beach X31. Hij is onder de 100 euro. Ik geloof dat hij 90 euro is en hij doet het perfect. Dus mocht dat je antwoord op je vraag zijn, het is dus de Turtle Beach X31. Als je een PS... Het is wel geloof ik alleen voor de Xbox 360. Dus als je een PS3 hebt, dan moet je even een andere zoeken van ongeveer dezelfde prijs, kwaliteit. Turtle Beach heeft altijd wel hele goede aanbiedingen voor onder de 100 euro. Tenminste van tussen de 50 en de 100 euro. Volgende vraag. Als ik wil beginnen met commentaten, zal ik dan beginnen met een rockshow of gelijk met een HD PVR? Moeilijke vraag, want het is een beetje lastig. Maar gewoon kort antwoord, HD PVR. Gewoon omdat het zonder HD PVR is het bijna onmogelijk om nog groot te worden. Het is, het kan wel, kijk maar naar Game Like Me, dat is gewoon een hartstikke goede commentator. En hij filmt met een Dazzle, dus het kan wel, het is zeker wel mogelijk. Alleen, het is wel heel veel moeilijker. Dus hou je van een uitdaging, dan zou ik zeker met een rockshow gaan. En ja, natuurlijk ook met de Roxy. Als je gewoon niet zoveel geld te besteden hebt. Ik weet niet echt hoeveel prijs-kwaliteitsverschil er nou is. Maar volgens mij is een Roxy wel goed. En de HD PVR ook. Volgende vraag. Bij je setup video had je zo'n speciale controller. Heb je die ook voor de PS3? Ja, bij mijn setup video had ik inderdaad een speciale controller. De SCUF controller namelijk. En die hebben ze, ik geloof een paar maanden geleden, ook voor de PS3 geïntroduceerd. Dus ja, die kan je kopen. De site is scuffgaming.eu. Dus ja, het is niet zo heel moeilijk. Het is een hele duidelijke site. Dus ja, wil je even kijken naar hoe je een goede controller kan kopen. Dan zou ik even naar die site gaan en dan weet je een hoop meer. Volgende vraag. Welke Call of Duty vind jij het leukst? Het is een beetje een strikvraag, want de meeste Call of Duty's vind ik een paar maanden leuk. Nou ja, eigenlijk 6 maanden leuk en dan vind ik ze stom. En ja, in dit geval zit ik nog steeds in de Modern Warfare 3 carrière. Ik ben een beetje af en toe, speel ik weer MW2. Dus ja, ik weet niet. Misschien MW2, MW3. Ik denk MW3 toch nog wel, omdat MW2 gewoon zoveel bullshit bij zich draagt. Dus laten we maar ophouden, MW3. Volgende vraag, hoe ben je begonnen met gamen? Het is een beetje een lastige vraag, maar ja, ik denk gewoon hetzelfde als iedereen anders. De eerste game die ik speelde was toen ik in groep 7 zat, dus alweer 6 jaar geleden. En dat was, RuneScape. En dat speelde je eigenlijk gewoon omdat iedereen in je klas dat toen speelde. Dat was helemaal hip, helemaal iedereen speelde dat gewoon en je moest het gewoon spelen. Anders hoorde je er gewoon niet bij. Dus ja, zo ben ik begonnen. Daarna ben ik een ander spelletje gaan spelen, genaamd Warrock. En daarna ben ik Halo 3 gaan spelen en daarna Call of Duty. Volgende vraag. Wat is je favoriete game naast MW3? Volgens mij heb ik die net al beantwoord en dat is dus MW2. Volgende vraag. Met wie doe je het liefst een duel? En het is een beetje een lastige vraag van mij, want ik wil natuurlijk niet andere commentators een beetje gaan minder laten voelen of zo. Want dat ik niet liever met hun een duel doe. Maar ja, het is zeg maar zo. Ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen. Ik doe het liefst een duel met Anand. Oftewel Suicidal Dutchie. Ik weet dat een paar mensen van jullie hem niet meer zullen kennen. Maar ja, Anand was zeg maar gewoon de eerste Nederlandse Dutch YouTube commentator. En hij is nog steeds mijn favoriete. Hij is alleen gestopt. Dus Anand, als je deze video kijkt en je hebt zin om een keertje gewoon nog een keertje op Skype
een dual commentary op te nemen. Je hoeft zelf helemaal niks te doen of zo, alleen maar Skype te hebben. Dan laat even in de comments achter. Jongens, de video zit erop. Ik check jullie later. Vergeet de video ook geen duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. En misschien zelfs wel een favorietje als je hem heel leuk vond. En jij wil meer van deze video's. Ik moet nu echt stoppen met praten, want jullie kijken nu alweer naar de Gangster Cat. Jongens, ik check jullie later. Ciao.